Ook meesterpianist Jeroen van Veen speelde donderdagavond tijdens de Dordtse feesten. Met de eigentijdse en klassieke muziek van de Italiaanse Ludovico Einaudi wist hij het publiek op de energiekade muisstil te krijgen. Geweldig, wat een ambiance, ongelooflijk. Het is echt groots, grootser dan groots. Kreeg u het ook een beetje mee van het publiek? Ja, het is wel ver, de afstand is best wel ver. Maar toch, ja, je voelt, het was muis en muis stil. En ook, want het is natuurlijk buiten. En buiten hoor je natuurlijk alles, zeker op het water. Dat draagt enorm. Dus als je een blikje opentrekt, dan hoor je dat gewoon. Hè? De muziek van Einaudi komt wellicht bekend voor. Onder andere in de speelfilm Intouchable en recentelijker Nomadland en The Father is zijn muziek te horen. Het is de muziek van de stilte ook wel, hè? Tussen de wat lawaaiige stukken en repetitieve stukken. Maar soms is het echt heel erg verstild, dus dan valt het heel erg op. Maar het was vanavond muisstil, super, heel erg fijn. Waarom Einaudi? Ja, dat is een programma waar ik een jaar wat mee toer inmiddels. Ik kwam er bij toeval achter en die man, hij schrijft nog. Dit is de best of Einaudi. Het programma wijzigt zich ook elk jaar, omdat Einaudi zelf nog steeds componeert. Dus er komen dingen bij. De hitlijsten zijn gewoon variabel, zullen we maar zeggen. Dus mijn programma is ook variabel. Dus niet alleen bandjes, popmuziek en DJ's krijgen een podium op het Watertheater in het Wantij. Ook andere genres komen aan bod en dat levert veel positieve reacties op. Heel mooi. Ja? Ja, van genoten. Heerlijk. Ja? Ja. We hebben ernaar uitgekeken en van genoten. Houdt u van deze muziek? Ja. Sommige stukken kan ik ook zelf een beetje spelen. Okay. Maar, niet zo mooi. Ja, net zo, ja. Nou, ik vond de klanken vond ik fantastisch. Echt goed eruit komen, toch? En de ambiance, de omgeving van de boot, van het... Het zonnetje en alles natuurlijk. Ja. Ja. Iedere maandag na het nieuws van 6 uur zendt RTV Dordrecht hoogtepunten uit van de Dordtse feesten. Met daarin gehele optredens en interviews met publiek en artiesten. Gemist? Je kunt de afleveringen ook terugkijken op ons YouTube-kanaal.